Door de jaren heen heb ik vaker van mensen gehoord dat ik een control freak ben. Ik herken me daar wel in. Waardoor kan dit komen? De controlebehoeftigheid, dat is eigenlijk gedrag. Maar dat gedrag, dat is om iets onderliggends af te dekken. En wat dat onderliggende precies is, ja, daar zit natuurlijk variatie in. Maar uiteindelijk het verdragen van angst. Dat wordt eigenlijk al zo negatief ervaren, dat eigenlijk van alles wordt ingezet om te voorkomen. Dat je die angst of die machteloosheid voelt. Want op het moment dat jij langdurig er continu op zit, dan kan dat op een gegeven moment inderdaad knappen. En dat knappen, dat is dan eigenlijk het burn-out moment. Welkom bij de mentale spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en jou voorzien van waardevolle informatie en tips. Mijn naam is Chris, mindbodyarts. arts. En naast me zit Aisha, neurowetenschapper en neuropsycholoog. En deze week hebben we weer een vraag binnengekregen en die luidt als volgt. Door de jaren heen heb ik vaker van mensen gehoord dat ik een control freak ben. Ik herken me daar wel in. Waardoor kan dit komen? Nou, dat is toch wel een uh, hele interessante vraag. Zeker. Ik denk ook dat wij in onze branche, zeg maar dan uh, voornamelijk in, uh, voor mij in de geneeskunde en jij in de psychologie, ook uh, genoeg uh, control freaks rondlopen. Ja, ja. En de helft die uh, herkent dat misschien of erkent misschien. Of dan kom je er ook zelf mee. Hè? Als je bij een vergadering van ja, sorry, ik ben een uh, control freak, dus ik wil even weten hoe zit het nou precies. Ja. <laughs> maar ik uh, kan me ook voorstellen dat er een groot gedeelte is waarbij het wat meer onbewust is. Ja. Of wat minder intens. Hè? Dus uh, control freak dat dat misschien wat heftiger is. Maar dat je denkt van nee, ik ben geen control freak, maar hè, een beetje controle is wel lekker. Ja, precies. Want Control freak heeft een beetje een. Uh... En niet echt een taboe, maar een beetje een negatief tintje. Omdat het denk ik vaak in het daglicht wordt gezet van bijvoorbeeld relaties. Van mijn ex was een control freak. Ja. Maar het heeft ook positieve kanten, toch? Ja, zeker, zeker. Nee, kijk, ik denk uiteindelijk, kijk, op het moment dat jij... Uh, ja, ik denk ook door het woord freak. Dat is ook ja. gewoon niet echt een, uh, een, een leuk woord of zo. Ik moet dan gelijk denken aan een of andere Frankenstein-monster. Uh, <laughs> Misschien moeten we het control hero noemen. Een control hero. Ja, yeah. ik, ik uh, ken inderdaad wel. Er zijn ook positieve kanten aan een control hero. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> um, ja, natuurlijk. Want op het moment dat jij een control hero bent. dan ben je eigenlijk veel meer bezig met. hé, hey, ik heb een bepaalde taak. of ik heb een bepaalde missie. en wat ga ik doen om dat tot een goed resultaat te brengen? Yeah. Dus ik denk zelfs dat de kans dat jij. Een baan krijgt of een baan behoudt of dat mensen blij met jou zijn, dat wordt ook gewoon een stuk groter in bepaalde contexten op het moment dat jij gewoon de dingen op orde hebt. Ja, ja want ik kan me heel goed voorstellen dat er bepaalde functies zijn waar een control freak of hero ontzettend goed in passen. Ja. Ken jij bepaalde functies daarin? Nou, toevallig heb ik wel eens um, even kijken. Ja. Ik denk dat dat vooral uh, sectoren zijn waarbij er een grote behoefte is aan precisie en ordelijkheid. Hm. Um, dus je had het net over de geneeskunst. Nou, ik kan me voorstellen als je een chirurg bent en je bent een control hero. En op het moment dat je de operatie start, laten we ik ben ook een keer zelf geweest bij een, um, een hersenoperatie van de neurochirurgie op uh, Cambridge. En dan had je inderdaad de chirurg die kwam binnen en die zei ze... En het was gelijk allemaal ordelijk. Die was heel erg goed in leiding geven en de orde houden. En ja, die geeft dan gelijk aan van nee, dit en dit en dit en dit moet er gebeuren. En jij moet dit doen en jij moet dat doen. En iedereen moet stil zijn. En nu gaan we starten. En geef dit instrument en dan dat instrument. En uh, ja, nou ja, als je dat brein, als je die hersenvliezen doorsnijdt, dat gaat echt om millimeterwerk. Dus als je dan een control hero bent... En is de kans natuurlijk op een positieve uitkomst dus veel groter. Ja. Dus um, ja, in de geneeskunst, vooral de snijdende beroepen kan ik me voorstellen. Mm -hmm. um, je kan het ook denk ik voorstellen in de financiële sector. Op het moment dat je heel erg bezig bent met cijfers of met systemen. Dus je kan denken aan accountants, boekhouders, dat soort beroepen. Ik denk ook wel ICT'ers, want die zijn aan het coderen. Ik heb zelf ook een, uh, een tijd lang uh, gecodeerd uh, tijdens mijn master. Ja, voor de luisteraars je zou het niet raden, maar Aisha kan heel goed coderen. Nou ja. En ook uh, is heel erg data-driven. Dus ook met alles ook. Zeg maar, je hebt, laten we even, even een zijweg. Je hebt mensen die bijvoorbeeld een rekenmachine pakken. En uh, bijvoorbeeld iets moeten berekenen. En die pakken een rekenmachine. Maar je hebt ook Aisha die dan een of andere code pakt in Excel. en dan een combinatie maakt. en daar ook nog even een percentage van maakt. Dat soort mensen bestaan er ook. Dat wist ik nog niet. Want ik dacht, pak gewoon een rekenmachine. Maar goed, Aisha, die, 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 ja, je weet ook alles van Excel. Dus dat is best wel grappig. Ja, het komt uit een onverwachte hoek. Ja. Ik denk dat dat. Uh, kijk, de afgelopen. Het is niet mijn passie of zo. Dus ik denk daarom. Um, dan ben ik inderdaad niet. Uh, ik ben nu niet actief wetenschappelijke onderzoeken. als uh, neurowetenschap aan het doen. Maar dat heb ik wel. Gedaan tijdens mijn master. tijdens uh, mijn twee, beide masters en daar ook wetenschappelijke publicaties uitgehaald. En toen was ik zat ik helemaal in die data. Dus toen moest ik ook programmeren om bepaalde hersenscans met elkaar te vergelijken. En dan heb je die hersenscans die stop je in een software. En die software die snapt die hersenscans niet volledig. Dus dan moet je eigenlijk die codetaal gaan herprogrammeren. Omdat je een bepaalde onderzoeksvraag hebt, zodat die software dat wel kan interpreteren. Je moet de controle weer herpakken. Ja, ja. ja, maar het was niet mijn passie. Dus ik identificeer me ook niet echt per se met een control hero. Maar als het nee. moet, dan kan ik het wel. Snap ik. Nou, laten we misschien even teruggaan naar de basics. Wat maakt nou dat iemand een control freak of hero wordt? Ja, dat kan dus eigenlijk heel erg wisselen. Kijk, wat denk ik het allerbelangrijkste is, is kijk op het moment... Hè, kijk, het is een eigenschap. Kijk, er is natuurlijk een verschil tussen een control freak en gewoon controlebehoeftigheid. En als je het gewoon hebt over een persoonseigenschap. eigenschap ja, er zit gewoon natuurlijk heel veel variatie tussen mensen. De ene persoon is van zichzelf wat georganiseerder... de andere, nou, die is totaal ongestructureerd... die komt altijd te laat, hè? dat soort um, type mensen. Dus een controlebehoeftigheid, dat is gewoon een, een, een eigenschap eigenlijk... die gewoon heel veel voorkomt. En op het moment dat je bij jezelf merkt dat je dat een stuk meer hebt... dan is het altijd wel interessant om te kijken van... Hey, Waardoor komt dat? Ja. He, dus als C4, ik zou mezelf met jou vergelijken. En ik merk dat ik heel erg behoefte heb aan bijvoorbeeld lijstjes bijhouden, uh, moeite heb met delegeren. Dat ik gewoon heel graag wil weten waar ik aan toe ben. Mm -hmm. En dat ik daarin merk dat ik dat veel sterker heb met jou. Terwijl we nou dit samen bijvoorbeeld doen. He, dus in dezelfde context werken. Dan is het wel soms interessant om erachter te komen van hé, hey, waar komt dat mogelijk vandaan? En waar dat dan vandaan komt, dat kan eigenlijk hele verschillende oorzaken hebben. Hm. Als eerste zou je er bijvoorbeeld aan kunnen denken: kijk, op het moment dat ik misschien iets heel heftigs heb meegemaakt of iets heel erg impactvols heb meegemaakt als kind. dan um, En dan kan je bijvoorbeeld denken aan eh, misschien dat ik een uh, oude figuur ben verloren. Of misschien dat ik als kind heel erg ziek ben geweest en vaak in het ziekenhuis ben beland misschien dat een oude figuur heel vaak ziek was, of dat je broertje of zusje dat daar iets mee aan de hand was, misschien drank, drugs of misschien een handicap, allemaal hele impactvolle dingen zeker op jonge leeftijd. Op het moment dat je dan eigenlijk als kindje heel erg machteloos voelt, omdat er een hele grote situatie is waar je geen invloed op hebt, dus verlies, ziekte, scheiding bijvoorbeeld kan ook, dan ik kan die machteloosheid zo'n diepe indruk op je achterlaten dat je dan vervolgens als coping daarop ontwikkelt? Van hé, hey, die angst en die machteloosheid, dat is zo'n vervelend gevoel. Daar kan ik helemaal niet op overweg. Maar als ik nou extra mijn best ga doen, als ik nou probeer om eigenlijk meer dingen te doen of controle op te houden, eh, dan heeft dat ook een verzachtend effect. Ja. ja, dat is ook wel interessant, inderdaad. Dus wat je zegt, eigenlijk een een langdurig gebrek aan macht... dat toen de tijd aan bepaalde heftige emoties heeft opgeroepen... dat je die eigenlijk probeert te bedekken met continu controle. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, zeker. Zeker in de context van trauma. Dus zeker op het moment dat ja. je inderdaad heftige dingen hebt meegemaakt... dan, ja, om die machteloosheid niet te voelen... kan je een coping ontwikkelen van extra controle proberen uit te oefenen... op de dingen waar je wel controle op hebt. En ja, een ziekte of verlies of scheiding, ja, dat... Ja, dan kan je dingen proberen te controleren tot je een ontsweegt. Maar hè, op het gebied van werk, als je dan bijvoorbeeld controle uitoefent... Ja, dan, dan, dan kan dat misschien je wel een fijn gevoel geven... of een gevoel van echt in control zijn. Ja. Ook een stukje macht, maar macht heeft dan weer een beetje een negatieve connotatie. Ja, precies. Ja, want het oh. doet dus echt klaarblijkelijk iets met je brein. Die, die situatie heeft eigenlijk een soort van litteken achtergelaten in je brein. Je, je alarmsysteem staat eigenlijk op rood op ja. dat gebied... En, en, en wat je brein eigenlijk levenslang doet, is van, hey, het is eigenlijk bang. Dus, dus zou je niet kunnen zeggen dat control freaks of heroes gewoon bang zijn voor controleverlies? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Dus het is eigenlijk de controlebehoeftigheid, dat is eigenlijk gedrag. Maar dat gedrag, dat is om iets onderliggends af te dekken. En ja. wat dat onderliggende precies is, ja, daar zit natuurlijk variatie in maar uiteindelijk het verdragen van angst dat wordt eigenlijk al zo negatief ervaren dat eigenlijk van alles wordt ingezet om te voorkomen dat je die angst of die machteloosheid voelt en dat kan dus inderdaad zoals we het hadden over een heel specifiek trauma en een heel specifieke ervaring zitten maar het kan eigenlijk ook veel breder dat überhaupt het ervaren van angst als kind bijvoorbeeld of het verdragen eigenlijk van onzekerheid dat dat eigenlijk al zoveel negatieve gevoelens oproept dat je dus hè, dat je dan ook die controle extra gaat terugpakken. Ja. ja, het is zo fascinerend. We zijn eigenlijk gewoon bang. We zijn eigenlijk gewoon bang. Als je een control freak of hero bent. En, en ook als je teruggaat naar de steentijd. Het is niet handig als jij een jager of verzamelaar bent, dat je de controle verliest. Want er is gevaar om de hoek. Die tijger, die olifant of, of, of die, die andere stam. Zeg maar, je wilt niet je controle weggeven. Want als je niet in controle bent, dan ben je kwetsbaar. Ja. Maar het probleem een beetje in onze maatschappij is dat dat natuurlijk het kan gevolg hebben, maar het is niet leven en dood meestal in onze maatschappij dan. Nee, en dat is wel heel interessant dat je dat noemt, want waar ik dan gelijk aan moet denken is, stel je voor je gaat naar die steentijd. Ik zou best wel benieuwd zijn of dan er, je zit dan vaak met een groep bij elkaar samen mm -hmm. en dan zou ik best wel benieuwd eigenlijk zijn of er ook variatie is binnen die groep. Of het bijvoorbeeld is dat dan iedereen die die controlebehoeftigheid had, of een controlfreak was. En zorgde dat je altijd het licht. Nou, ze hadden denk ik geen licht. Maar hè, dat de fakkel uit was op een ja. bepaald <laughs> tijdstip. Of dat je dan bepaalde uh, giftige bestjes eromheen doet. Of dat je een kuil graaft om te voorkomen dat insecten daar doorheen gaan. Ik, ik noem maar dingen. Ja. Ik ben dan best wel benieuwd of er dan binnen die groep. Uh, of, of dan iedereen eigenlijk heel erg controlebehoeftig was. Omdat dat dan de kans van survival eigenlijk vergroot. Of dat je daarin ook wel heel veel variatie hebt. Ja, waarschijnlijk wel toch? Ja, maar dan zou je eigenlijk hopen dat als het over de jaren heen, als het je survival vergroot, dat vooral de controlebehoeftige mensen overleven. Omdat de rest niet ja. overleeft. Tenzij dat die controlebehoeftige mensen zorgen dat de hele groep overleeft. En als dat je datgene pakket dan. Uh, nou, moeten, ik zou bijna zeggen, we moeten het vragen uit, aan iemand uit die tijd, maar dat wordt lastiger natuurlijk. Maar de verzamelaars hadden natuurlijk ook hun controle. Hè? Zij moesten letten op de goede besjes, zij moesten letten op de kinderen, dat die niet ja. wegrenden naar de andere stam, ik noem maar wat. Uh, maar goed, dit gaat heel ver natuurlijk. Maar het is toch wel interessant dat we zien dat ook natuurlijk in de praktijk, dat heel veel beelden, heel veel persoonseigenschappen, ook heel veel mentale klachten voortkomen uit angst. Dat we gewoon bang zijn. En. En langdurige angst of bang of onzekerheid zorgt ook weer voor een verhoging van je cortisol. En dat heeft ook zijn risico's op lichamelijk vlak. Dus het is ontzettend interessant wat, wat dat allemaal kan veroorzaken en hoe bang we eigenlijk als mensen zijn. Ook al lijkt dat niet zo. Er ja. zijn gewoon eigenlijk heel veel oorzaken, heel veel, heel veel oorzaak zijn gewoon angst, mer merk ik een beetje in de praktijk dan. En ik ben dan benieuwd bijvoorbeeld bij jouw cliënten. Komt dit vaak voor dat mensen control heroes zijn? Uh, ik denk dat dat niet echt de aanmeldklacht is. Dus het is niet per se dat je daar zelf mee komt. Van hé, hey, Aisha, uh, uh, ik, uh, ik heb heel erg behoefte aan controle. En uh, nou help me daarbij. Uh, het is meer iets waarvan je dan later gaat kijken. Als je heel erg gaat inzoomen van hé, hey, wat speelt er nou allemaal? Welke emoties spelen er? En wat heb je allemaal meegemaakt? En als je dan later gaat zien van dat uh, aldoende. Dat je er toch wel achter komt dat een heel groot gedeelte wel controlebehoeftigheid ervaart. En dat is dan vaak zelfs zoiets... Hè, wat op de korte termijn dus heel veel oplevert. Dus die controlebehoeftigheid... die maakt wel dat op het moment dat je moet presteren... dat je een tentamen hebt... of dat je bijvoorbeeld um, ja, nieuwe situaties aangaat... dat dat eigenlijk juist een hele belonende eigenschap is. Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk... dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus, mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Het enige nadeel, en dat is waarom hè, er toch uh, vaak wel een focus op ligt, ook zeker in ons kerntraject, is omdat je als je op de korte termijn heel erg controle behoefte hebt, dan levert het heel veel op. Want je kunt gewoon de dingen doen. Die je moet doen en je kan presteren. Maar die controlebehoeftigheid, dat is vaak ook, um, gaat dat samen met een beetje het uitschakelen van je interne kind of van je kindemoties. Dus op het moment dat jij een heel sterk zit in je controlebehoeftigheid, dan gaat dat bijna altijd samen met dat je, nou ja, op het moment dat je verdrietig bent of angstig bent of boos bent, dat je dat een beetje gaat rationaliseren of dat je dat een beetje gaat bagatelliseren of dat je denkt van hé, hey, ik weet het dat er zit maar daar heb ik nu eigenlijk niet zo'n tijd of ruimte voor, want we moeten dit nog fixen, weet je nog? Ja, dus eigenlijk emotionele verwaarlozing van jezelf. Ja, alleen het gaat dan meer onbewust inderdaad. Ja. Dus het is meer zo van dat um, ja dat er veel meer dat je veel meer vanuit een reflectieve rol kan kijken van hey deze emotie zit eronder. Hè, kijk nu ik met jou aan het praten ben, ik praat ook vanuit mijn interne volwassenen... Het is niet dat ik hier uh, al mijn emoties uh, nou steef voor. Ik zou nu heel boos of verdrietig zijn. Ja, dit is niet echt het moment. Nee. Dus mijn interne volwassenen, die denkt ook zo van... hé, hey, je hebt een podcast, hè? mensen moeten hier iets aan hebben. Ja. <laughs> Misschien is het goed als we wat wijze dingen vertellen... of in ieder geval wat delen waar mensen thuis wat aan hebben. Hè, dus als ik nu voor mijn emoties ga zitten... en als ik helemaal up en down ga, ja, dan wordt er natuurlijk één grote chaos. Ja. En um, ja, onze luisteraar heeft daar natuurlijk uh, niet zo heel veel aan. Dus die interne volwassenen, die maakt gewoon eigenlijk... dat je dus nu zegt van hé, hey, wij gaan deze podcast afronden... Mocht ik nu heel veel sterke emoties voelen, nou, dat mag over een half uur. Ja. Maar wat je dus ook vaak zicht, ziet, is dat als je heel erg in die controlebehoeftigheid zit, je komt veel minder tot die emoties. Dus ook het voelen voel je een stuk minder. Dus eigenlijk moet die controlebehoefte minder worden. Het moet veilig genoeg voelen om dat proberen los te laten. En pas dan ga je zien dat die emoties, dat je die wat meer kan ervaren. Ja. En niet alleen de negatieve emoties. Want ja, daar hebben we meestal niet zoveel zin in. Maar dus ook de positieve emoties. Ja, ja, in de praktijk schieten met gelijk een aantal dingen door. Dat je dan bijvoorbeeld bij een, ik heb dat wel eens meegemaakt bij een ingreep, dat, dat, dat er dan bijvoorbeeld een complicatie is. Of uh, bijvoorbeeld als je een aorta-ruptuur hebt, dus een grote slagader van je lichaam die vanuit je hart stamt. Ik had het een keertje meegemaakt dat er een lekkage was, of er was, er was in ieder geval een, een, een of ja een lekkage klinkt net alsof een loodgieter zijn, maar dat er dat er ergens een ruptuur was, een klein sneetje. En dat ze dat moesten stelpen, dat duurde superlang en toen was het gelukt. En ja. toen zei iemand van, hé, hey, dat heb je goed gedaan, tegen de chirurg. En de chirurg was van, ja, dat is mijn werk en we moeten weer verder, want we hebben weer nieuwe patiënten. Maar dat is dus wat je bedoelt met, eigenlijk is dat een moment van positieve emoties van, hé, hey, je hebt het goed gedaan. En dat mag echt wel eens gezegd worden, ook aan degene die blijkbaar aan aortas sleutelt. Maar dat onze controlebehoeftigheid... Dus, dus continu die, ik moet erop zitten. Dat dat ook weer, dat moment van die emoties die hij ook mocht ervaren van hé hey, leidschap of van erkenning. Dat hij die ja. ook zeg maar van de tafel gooit, want hij denkt van, ik moet gewoon weer verder. ja Dus, dan dus merk dat bedoel je een beetje, dat je je emoties, zeg maar de negatieve, die, die, die bagatelliseer je weg. En de positieve denkt van, nou, ik moet gewoon weer verder. Dat is mijn functie. Ja, en dat is wel een heel mooi voorbeeld wat je inderdaad noemt. Want ik kan me voorstellen bij die chirurg, dat hij dan denkt van, hey, als je dat echt helemaal toelaat of als je daarbij stilstaat. Dat er misschien best wel wat los kan komen, hè? die stress en die spanning. Ja. En dat als je daar ruimte van maakt, dat je denkt van hé, hey, als ik dat nu toelaat, zowel die erkenning als die spanning, dat dat, uh, dat dat dan te lang gaat kosten of te lang door kan duren. Of dat het dan echt weer tijd kost om dat weer even om te schakelen. Uh, en, en dat dat dus heel lastig is. En dat je denkt van hé, hey, daar heb ik even geen tijd voor en geen zin in. Dit is niet het moment. Ik ga vanavond wel uh, trots op mezelf zijn. Of ja, <laughs> misschien over tien jaar, of als hij met pensioen is... dat hij dan denkt van... hé, hey, ik heb toch al wat levens gered. Ja, ja, ja. en dat is zo zonde... Hè? dat je die emoties niet toelaat. Want... Maar ja, goed, het is vaak ook meestal zo... en dat merken we natuurlijk ook bij onze cliënten... Van, mensen komen pas als, het, als, als hun lichaam... eigenlijk aan alle kanten tegenstribbelt... en zegt, nu is het klaar met jou. Ja. Dan pas komen ze om hulp te zoeken. En tot die tijd zie je, zie je het lichaam... allemaal lampjes afgeven en allemaal... Signalen afgeven waar we niks mee doen. Waarmee zeggen. Ah, je hoofdpijn loopt los. Of ik moet heel vaak naar de wc. Oh, dat loopt los. Oh, ik heb spierpijn, er dus zal wel door het sporten komen. Of ik, ik ben eventjes heel erg gestrest of angstig. Nou ja, dat komt door dit en dit. Dus, dus we negeren eigenlijk alle signalen. Ja. Totdat op een duur de pan eigenlijk uh, overloopt. En de hele aanrecht onder zit met kokend water en uh, de hele keuken in brand staat. Dan pas zoeken we hulp. En dan pas kom je erachter, als je dus over je schouder naar achter kijkt, van hé. Hey, nu snap ik wat er hier aan de hand is. Ik heb jarenlang eigenlijk alle signaal van mijn lichaam genegeerd. Mm -hmm. en, en, en nu pas heb ik door van dat ik daar wat mee moet doen. En dat is dan ook wel heel interessant in de praktijk. Heel veel mensen willen dan een quick fix. Maar hoe kan je een quick fix vinden? Als jij maanden of jaren jezelf onbewust eigenlijk verwaarloosd hebt... dan kan je niet verwachten dat dat in een week voorbij is. Dus dat kost ook tijd. En dit zijn dus onder andere ook dingen die wij bespreken in het kentereact. Dus... Mensen komen met een bepaalde klacht of met langdurige hardnekkige mentale en soms ook lichamelijke klachten. Of met bepaalde persoonseigenschappen. Dus bijvoorbeeld de control freaks ja. die echt tegen dingen aanlopen. Meestal komen ze niet voor het control freak gedeelte, maar blijkt dat wel een grote rol te spelen. Bijvoorbeeld de angst daarin, of de perfectionisten of mensen met een laag zelfbeeld. En wij kijken dan vanuit de kern, vanuit je verleden, van wat je hebt meegemaakt vroeger, van hoe jij bent en hoe jij daarmee omgaat en hoe jouw brein daarmee omgaat. En en alle systemen die daar al bij zitten... kijken we waarom jij eigenlijk de klachten hebt die je vandaag de dag hebt. En daar kun je ontzettend veel uithalen. Daar kun je langdurige klachten, hebben heel vaak ook zien verdwijnen langzamerhand. Dus ja, mocht je thuis zitten en denken van... hé, ik herken dit, ik herken bijvoorbeeld dat ik langdurige klachten heb... of ik herken bepaalde persoons-eigenschappen waar jullie het over hebben... dan zou het kentje echt heel interessant voor jullie kunnen zijn... of voor jou kunnen zijn... En zou je daar meer informatie over kunnen inlezen... op onze websiteopname christenijsja.nl slash kerntraject. Ik zal de linkjes ook hieronder in de beschrijving zetten. Maar we hadden het dus net over, ook om terug te komen op de vraag... van hé, hey, waardoor kan dit komen? Dus wat je eerst zei is van het zou trauma kunnen zijn. Ja. Wat zijn nog andere oorzaken? Ja, de eerste is uh, trauma inderdaad. De, een andere oorzaak kan dus inderdaad zijn om die behoefte aan... Ja, eigenlijk om het te voorkomen dat je je angstig voelt. Of voorkomen van onzekerheid. En dat kan eigenlijk niet echt door een specifieke gebeurtenis komen. Het kan ook zijn dat dat wat meer in je karakter zit. Dus stel je voor dat jij heel erg gevoelig bent voor angst of controle, dan, um, dan kan je eigenlijk veel meer denken van hé, hey, op het moment dat ik controle heb, dan heb ik daar invloed op. Ja. En wat je dus ook vaak ziet, op, bij, zeker bij de control freaks. Is dat um, ze eigenlijk overschatten wat hun eigen aandeel in bepaalde situaties is? Dat noem je dan een interne locus van controle. Ik vind het een heel mooi woord. Ja. Yeah. Dat is denk ik niet uh, Nederlands. Maar je kan ook een externe locus van controle hebben. En daar zit een heel groot verschil. Dus je kan je bijvoorbeeld voorstellen: zei je voordat je een extreem voorbeeld pakt, op het moment dat jij volledig in de slachtofferrol zit en dingen zijn gebeurd in je leven. En je denkt, ja, dit is mij allemaal overkomen. En dit is vreselijk. En dit is zo oneerlijk. Hè, dan kan het zijn dat je een volledige externe locus van controle zit. Want alles wat je hebt meegemaakt, goed of slecht. Of vooral de slechte dingen dan. Dat ligt 100% bij de ander. En jij ondergaat het maar. En moet het maar verdragen. En dat is gewoon. Ja, dat, dat, dat voelt heel erg oneerlijk. Dus zo dan zou je veel meer kunnen denken aan de externe locus van controle. Maar op het moment dat je een interne locus van controle hebt. Of ja, bij de externe locus van controle dan onderschat je dus eigenlijk je eigen aandeel, mm -hmm. want ondanks dat je soms uh, nare of moeilijke situaties hebt, je hebt ook wel een eigen aandeel in hoe je daarmee omgaat achteraf, of op het moment zelf natuurlijk. Um, maar als je die interne locus van controle heel erg sterk hebt, dan overschat je je eigenlijk je eigen aandeel. Dus op het moment, hè, ik noem maar iets, ik ga nu uh, laten we zeggen, we gaan nu uh, vandaag op vakantie, we gaan uh, vandaag naar Ibiza. Oké. Okay. <laughs> en dan uh, kan het bijvoorbeeld zijn dat ik denk van... hé, hey, we moeten alles inpakken en alles moet perfect zijn... en we gaan de tas pakken en ik heb een lijstje met alles wat er kan gebeuren... en, uh, en alles, alle voorzorgsmaatregelen nemen. En dat je dan eigenlijk je hele lijst hebt, je hele koffers hebt gepakt... drie extra koffers mee hebt, je gaat op tijd naar de vliegtuigmaatschappij... en dan, ja, dan kan er altijd nog iets gebeuren, dat of er is vertraging... of de vlucht gaat niet, of je hebt turbulentie... of nou ja, in extreme gevallen dat er iets ergs gebeurt of een, uh, er is een ongeluk op de weg. Ja, je kan voorbereiden tot je een ons ja. Maar uiteindelijk of je in Ibiza aankomt met al je spullen en dat er niks negatiefs gebeurt... dat hangt niet alleen af van mijn voorbereiding. Je, je kan ook af en toe een beetje pech hebben. Je hebt je best gedaan. Ja. Maar het is niet goed gekomen. <laughs> nee, en dit is natuurlijk ja. gewoon een, 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 klein, of een klein voorbeeldje... Ja. Maar het gaat meer om het grotere feit, namelijk dat, dat je dus zelf eigenlijk alles doet, tot in de treuren toe bijna. Uh, om te voorkomen dat er iets negatiefs gebeurt. Ja. Alleen, kijk, zelfs als je de perfecte voorbereiding hebt, zelfs al heb ik tien koffers mee waarin we in elke situatie, ja, je zou maar net een tijgermug in Ibiza hebben die het dengue virus overdraagt en je bent alsnog ziek. Ja, ja. En dan heb je misschien je malaria mee... en je hebt andere pillen mee... en je hebt uh, een EHBO-kit mee... en je hebt een uh, arts met je mee. En je kan alles doen. Maar dengue is uiteindelijk een virus. En of je nou hoog of laag springt... en of een goede voorbereiding of een slechte voorbereiding... ja, dat moet je lichaam zelf opruimen. Ik kan me wel voorstellen inderdaad... als je dan zo'n interne locus van controlebehoeftigheid hebt... dat als je alles doet, alles voorbereidt... Voorbereid, en als nog zoiets gebeurt, dat je wel heel erg kan balen. Als een sekker, ja. ja. Dat ja. denk ik ook. En dat is dus denk ik uh, extra lastig. Want je ziet, je hoort dus al een beetje van hey, hoe ik het zeg. Hè, het brengt best wel veel stress en spanning met zich mee. Dus eigenlijk, als je controlebehoeftigheid heel erg sterk is en als je de lijstjes nodig hebt en alles moet perfect gaan en alles moet goed gaan, dan heb je eigenlijk alleen maar tussen haakjes rust en ontspanning. Op het moment dat alles goed gaat en al je energie gaat in het zorgen dat alles goed gaat. Maar op het moment dat er één ding verkeerd gaat, of één ding gaat mis, of één ding ja, zijn door onvoorziene omstandigheden, of één ding ben je misschien een keer vergeten, dan ontstaat er gelijk irritatie, spanning, onzekerheid. Dan reageer je daar gelijk heel sterk op. Ja, dat is toch wel fascinerend, want het heeft een beetje eigenlijk, denk ik, twee kanten. Hè? Want ik denk dat de controlebehoeftig iemand minder stress ervaart in bijvoorbeeld een functie waarin het gewoon de controle heeft. Ja. Want dat is zeg maar, je moet. Als we teruggaat naar de basisschool, je had altijd een groepje met kreeg je een groepje, en dan had je altijd één iemand die zoiets had van we gaan dit en dit en dit en dit doen. En ik vond het heerlijk. Want dan dacht ik van oké, okay, dan kan ik achterover zitten, kan jij lekker alles gaan controleren. Helemaal top. Ja. Maar ik kan me voorstellen, als je diegene niet de controle geeft dat hij gestrest raakt. Omdat hij denkt van hé, hey, dat is mijn cijfer, hangt hier vanaf en eh, jij hebt dit en dit, en dit niet goed gedaan. En we moeten het echt zo doen. Dus ja. het zorgt juist voor minder stress om zo'n iemand in die positie te zetten. Maar op de lange termijn, continu die erop zitten, continu die controle zorgt ook weer voor heel veel stress op je lichaam. Misschien dat het mentaal niet zo voelt, omdat je dan de controle hebt. Maar continu in die actiestand, continu in die ja. fight of flight, continu die cortisol ejecten de hele tijd in je lichaam. Ja, dat, dat is vermoeiend. Dus je ziet ook dat, dat controlefreaks dan waarschijnlijk ook een hogere bloeddruk hebben. Uh, wat minder goed kunnen slapen. Want ja, als jij de hele dag mm, erop zit. En dan in de avond gaat liggen, ja, je, je hoofd schakelt zich niet zomaar uit. Nee, dus, zeker. Dus, 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 dus het heeft ook, denk ik, het heeft voordelen natuurlijk, maar ook nadelen. En continu die stress op je lichaam en continu ook de emotionele stress natuurlijk, van alles onderdrukken. Dat gaat op een duur wel ergens natuurlijk knallen. Ja, en dat is denk ik ook inderdaad de link met stress en burn-out. Dat op het moment dat jij langdurig ja, er continu op zit. Dan kan dat op een gegeven moment inderdaad knappen. En dat knappen, dat is dan eigenlijk het burn-out moment. Ja, ja, en inderdaad, je burn-out moment is dan heel veel mensen zien het als een straf, maar je kan het ook zien als een geschenk. Als een, als een hint van je lichaam van hé, hey, luister, vriend of vriendin. Het is goed geweest met je. Ik ga jou even goed remmen. En vanaf nu moet je dingen anders aanpakken. Ja, dus, zeker. Dus. Daarom, wat, je, wat ik ook vaak terughoor van mensen die langdurig in de put zaten, langdurig bijvoorbeeld uh, lichamelijke klachten hadden die onbegrepen waren, langdurig mentale klachten die onbegrepen waren. Die zeggen ook als ze het eenmaal overwinnen, dat dat eigenlijk de grootste geschenkte is geweest in hun leven. Want dat heeft hun doen laten indenken van of inzien van hey, ik moet dingen veranderen in mijn leven. Hoe het nu gaat op dat moment. Ik heb die klap gekregen van mijn lichaam. Ik ben gevallen en je moet echt soms diep vallen om te veranderen. Want, mm -hmm. want, want wat je ook wel eens ziet, je moet echt met je, met, je, met je neus op de bodem zitten. Zo diep moet je zinken soms om te beseffen: hé, hey, ik moet dingen heel drastisch anders gaan aanpakken. Ja. En als je dat eenmaal doet, uit die kaal komt en ineens je beter begint te voelen, dan pas besef je van hé, hey, mijn burn-out of mijn, uh, ja, noem maar wat, het kan van alles zijn natuurlijk. Dat was de grootste geschenk uit mijn leven eigenlijk. heeft ervoor gezorgd dat ik meer compassie voor mezelf heb. Meer rekening hou met mezelf. Met de omgeving. Uh, mezelf meer ruimte geef. En daardoor ook een beter leven heb. Dus je creëert eigenlijk een soort van 2.0 versie. Ja, zeker. zeker. Dus, dus voor de mensen die hiernaar luisteren en in zo'n put zitten. Er is hoop. Er is licht aan het einde van de tunnel. Je kan beter worden. Maar er moeten dingen drastisch veranderen. Omdat je eigenlijk hetgeen hoe je nu bent. Dat heeft ertoe geleid dat je nu zit in de positie waar je nu zit. Ja. En... En dat is dus heel belangrijk. Dus zoek hulp als je ergens tegenaan loopt. Merk je dat je heel veel last van hebt, zoek hulp. En als je denkt van, hé, hey, ik wil dat vanuit de kern doen, dan kan dat ook bij ons eventueel. En daarvoor kun je dus in de beschrijving kijken voor informatie en de linkjes. Hebben we de vraag beantwoord van onze luisteraar? Nou, waar ik nog aan moet denken, is dat ook bij controlebehoeftigheid, hè, het is natuurlijk een spectrum, ik, denk, ik hoop uh, dat we dat ook ondertussen door laten schemeren, ja. Ja, je kan wat milde controlebehoeftigheid hebben, omdat het hè, vroeger misschien thuis wat instabieler was of iets dergelijks. En dat kan helemaal doorschieten tot de control freak. En nou, misschien eventueel nog verder. Um, maar wat ook kan, zit ik me uh, hè, als ik ook kijk naar uh, de cliënten die ik heb behandeld. en wat je ook vaker terugziet. Is zo'n controlebehoeftigheid kan er ook mee te maken hebben. Hè? Geen eens dat het vanuit je karakter of vanuit een grote verlieservaring is. Maar het kan in die zin ook aangeleerd zijn vanuit je opvoeding. De controlebehoeftigheid. Ja, dus eigenlijk... kijk, op het moment dat jij... bijvoorbeeld als jong kind opgroeit... in een familie en hè, misschien... als sommige luisteraars dat herkennen... dat dan één of beide ouders... ontzettend kritisch is. En op het moment dat een ouder ontzettend kritisch is... en je bent een jong kindje en je hoort zoiets van... Um, hé, hey, je moet dit doen, je moet dat doen... ga bijvoorbeeld, hè, ga eens recht zitten... smak niet zo... Um, op tijd naar bed, je moet altijd dit doen en je moet dat doen. En he, eigenlijk alle normen en waarden die je als kind meekrijgt. Alleen dan tien keer zo streng. Ja. Dat, dat moet je een beetje voorstellen. Dat je als kind, zou ik maar zeggen, heel vaak op het moment dat je iets niet goed doet. Als je dan kritiek van een ouderfiguur krijgt: van hé, hey, je moet dit doen, je moet dat doen. Niet zwak, recht zitten. Um, altijd beleefd zijn, altijd met twee woorden aanspreken, ja meneer. Of he, ik, ik, ik noem maar wat uh, veel voorkomende voorbeelden. Op het moment dat je dat je hele jeugd eigenlijk hoort, he, dat je allerlei dingen verkeerd doet. En he, onderliggend kan het er natuurlijk ook mee te maken hebben dat je dan dus als kind aanleert, van hé, hey, op het moment dat ik rechtop zit, op het moment dat ik niet smak, op het moment dat ik ja meneer zeg, op het moment dat ik goede lijstjes haal, op het moment dat ik alles voorbereid heb, op het moment dat ik me gewoon echt draag als een keurig kind, dan krijg ik wel. Of aandacht of liefde, of dan voorkom ik kritiek. Hm. Dus dan word je eigenlijk een soort van een perfecte versie van jezelf als kind. Eh, waarmee je dus ook een stukje speelsheid van jezelf weghaalt. Hè? Want die speelsheid, daar hebben we niet zoveel aan. Eh, dat blije kind dat in de modder aan het trappen is, ja, dat levert niet zoveel op. Want het moment is leuk, maar de aftermath, dat als je thuiskomt en allemaal kritiek naar je hoofd geslingerd krijgt, dat is het niet waard. Dus eigenlijk die speelse kindversie van jezelf, dat, dat kan met de tijd dan minder worden. En dat hele keurige, volwassen kind dat zich uitstekend gedraagt, dat wordt, kan een stuk meer worden. Ja. En op een gegeven moment als je dan ouder wordt, dan kan het dus zijn dat je die interne, ja, die, die, die kritisch ouderfiguur, dat je die geïnternaliseerd hebt, dat je eigenlijk een soort van een interne ouder zelf hebt. En die wordt dus ook heel erg kritisch. Dus stel je voor dat je je eigen kinderen hebt of een, een, een familielid en die komt opeens te laat, of die is aan het smakken, of die zit helemaal onderuit gezakt. Dat dus je van wat irritant, zeg. Yeah. <laughs> en dat je daarin dus ook. Ik zou zeggen, dus eigenlijk, hè, wat jou vroeger als kind is aangenaam door een oude figuur. Dat je dat dan eigenlijk bewust of onbewust, hè, in dezelfde mate of in een mindere mate. Dat dat ook een beetje wordt hoe jij de wereld gaat zien of anderen gaat zien. Dat wordt wel een beetje ook. Kan ook je focus worden naar anderen toe. Ja, en je neemt eigenlijk de stem over van je ouders of van je verzorgers. En die die geef je dan door aan de generaties na je als het ware. Dus, dus die hurt people, hurt people. Ja. Dus, dus ja, het is natuurlijk niet echt beschadigd gedrag natuurlijk. Maar dat zorgt er wel voor dat jij ook dat gedrag gaat uiten natuurlijk. Ja, precies. En dan kan het zijn dat inderdaad dat je daarnaar. Eh, het, het, wat je ook vaak, vaak hoort, is dat er ook heel veel schuldgevoel of schaamte als erbij zit. Als dus je denkt van oh, ik vond dit als kind zo vervelend. En uh, nu denk ik dat zelf ook. En of je er dan naar gedraagt, dat is dan het tweede natuurlijk. Ja. Maar puur die gedachte al, dat je eraan irriteert op het moment dat iemand aan het smakken is, puur die gedachte er al aan, dat kan dan maken dat of je reageert daarop en dan denk je van, oh dan ben ik precies mijn moeder of dan ben ik precies mijn vader. Uh, maar het kan ook zijn dat je dan, um, ja, dat je daar wel of niet op reageert. Maar dat alleen die gedachte al, dat dat al heel veel oproept. Want je denkt van, oh ik vond het vroeger zo vervelend en nu denk ik dat zelf ook. En en dan komt er frustratie bij en dan denk je. Oh. Ja. ja, het is zo fascinerend. En, en het stomme een beetje van ons brein is eigenlijk dat ons brein zegt dit niet tegen ons. Van, hey, als je ergens tegenaan loopt, zegt het niet van. Hey, weet je, ga eens even terug, uh, terug in die film kijken van wat er gebeurde tussen je nulde en je twaalfde jaar, hoe dat eraan toe ging. En snap dan dat dit een link is. Ons brein geeft dat niet weg. Ons brein. Nee. Maar het fascinerende wel is dat ons brein al die data meestal wel heeft. We kunnen er wel bij komen. We kunnen wel, zeg maar, die opnames terugkijken. Maar daar heb je iemand voor nodig om terug naar die kern te gaan. Dus dat is zo fascinerend, want de data zit in je brein. Dus zeg maar, je brein weet ontzettend veel nog. Maar de linkjes, die moet je zelf actief gaan leggen. Ja, en daarvoor heb ik het kerntrek geprogrammeerd om die data dus, dus uit te krijgen met mijn nulletjes en mijn eentjes. En... Ja. Nee, maar ja, nee, maar daarom. Dus, dus dat, is, dat is eigenlijk. Eigenlijk heel simplistisch. Het kerntraject. Wat wij doen is gewoon: we gaan terug in die film van jou en we gaan linken, link, linkjes leggen en we gaan kijken van hé, hey, hoe kunnen we de linkjes lostrekken? Ja, en uiteindelijk wat er uitkomt, dat is bij elk persoon anders natuurlijk. Ja. En wat we natuurlijk ook mee willen geven, is inderdaad dat er verschillende variaties zijn, verschillende verklaringen. Soms is het een combinatie van dingen. Maar het is wel heel erg fijn om dus juist dat vergrootglas erop te leggen. Kijk, op het moment dat jij bij jezelf denkt van hé, hey, ik loop hier tegenaan, ik loop hier al heel lang tegenaan en ik wil hier iets. Aan doen. Want eigenlijk, realistisch gezien, als ik zo vijf of tien of dertig jaar doorgaat, dan weet je eigenlijk misschien wel hoe het af gaat lopen. En bij sommige mensen kan dat zijn een burn-out, bij andere mensen kan dat zijn hè, uh, frictie of relatieproblemen. Weer andere mensen kan het weer andere gevolgen hebben. Maar als je al heel lang met een bepaald probleem rondloopt, dan heb je vaak wel een idee van, hmm, als het hetzelfde blijft of doorgaat en het duurt nog een paar jaar of uh, tien jaar, dan kan je eigenlijk wel gokken waar het ja. naartoe gaat. En op dat moment, als je dan echt denkt van hé, hey, hier wil ik iets mee, ja, dan is er gewoon heel veel mogelijk. En dan kunnen we altijd heel goed meedenken. Ja. En dat is denk ik wel het, um, het gave aan wat ja. we doen. Ja, nee, zeker, zeker. Dus uh, als het interessant klinkt, vul de kerncheck in op onze website kristenijs.nl slash kerntraject. En uh, dan kunnen we even kijken of we jou ja, eventueel daarbij kunnen helpen. De vraag dus inderdaad, van, van deze persoon heeft vaak gehoord dat diegene een controlfreak is. Waardoor kan dit komen? Dus wat we hebben gezegd, het zou door trauma kunnen komen. Het zou door een bepaalde opvoeding kunnen komen. met strenge, rigide wensen van de ouders. waaraan je je altijd moest voldoen. Maar het kan ook door onzekerheid komen in je leven. Dus het machtsverlies en dat je eigenlijk bang bent dat dat weer komt. Eigenlijk dat je geen controle of macht hebt. Nou, ik denk dat we dan ook zijn aangekomen bij de tip van de week. Wat kunnen we meegeven deze week? Of wat, wat kan jij meegeven? Ik kan ook eventueel meedenken, maar. Um, even zien. Bij, nou, ik denk dat een heel goed begin is. Dat, um, dat, kijk, het is, wat we al zeiden, het is niet echt een klacht of een probleem waarmee je denkt van hé, hey, ik ben controlebehoeftig, laat ik naar de psycholoog gaan. Want vaak is dat gewoon ook onderdeel van jezelf. Dus het is niet iets waar je zelf tegenaan loopt. Het is niet het probleem dat je controlebehoeftig bent. Het probleem zit hem in de gevolgen daarvan. En dat je daar op een punt kan komen van hey, mijn partner vindt het heel irritant of um, He, ik, ik merk dat ik heel veel stress heb of heel veel druk ervaar. Dat is vaak het probleem waar mensen mee komen. Dus uh, een eerste goede vraag is misschien dat je jezelf gaat kijken van hey, in welke mate ben ik controlebehoeftig? en dat je daar een cijfer aan geeft. En laten we zeggen dat de cijfer één is, is dat je extreem flexibel bent, niet over de toekomst nadenkt, uh, altijd te laat komt. En ja eigenlijk dat je. Echt een beetje een dromer bent en, uh, en daarin dus eigenlijk uh, altijd gewoon een beetje meegaat met de flow. Dat mm -hmm. is uh, één. En laten we zeggen dat nummer een cijfer van een tien is, dat is echt de extreme control freak die echt denkt van, hé, hey, die echt, span die echt vo volledige controle wil uitoefenen. Dus misschien de manager of de arts die denkt van, oh, dit moet allemaal zo gaan dat je lijstjes hebt en uh, dat, ja, dat je lijstjes hebt en dat je... Gewoon echt denken ze van hé, hey, als er iets fout gaat, dat je gelijk denkt van, oh, dit vind ik zo vervelend of zo irritant en dat je gelijk stress en spanning ervaart. Dus echt, um, ja, dat is dan nummer 10, gewoon echt extreme. En, dus ik zou zeggen, geef jezelf een cijfer. En op het moment dat je jezelf een voldoende of hoger geeft, dus vanaf een 6. En dan uh, is de tweede vraag eigenlijk van hé, hey, waardoor zou dat bij mij kunnen komen? He? Is er iets gebeurd in mijn leven waardoor ik. Um, machteloosheid ervoer. Hè? In de context van traumatische of ingrijpende gebeurtenissen. Of uh, heb ik een hele herken ik dit in een van mijn oude figuren? Waren die ook altijd zo? Of is dit bij mij iets omdat ik uh, angst of onzekerheid, hele vervelende emoties zit en dat dat wat meer ook in mijn karakter zit? Ja, nou interessant. Dus uh, beoordeel jezelf op het gebied van uh, controle, hero of uh, freakness. En uh, kijk inderdaad van. Uh, van, van uh, waardoor dat zou kunnen komen. Ja. Nou, ik vind uh, ik een hele leuke opdracht. En uh, laat ons vooral ook weten in de comments... wat voor score jij hebt. En uh, jij ja, hoeft niet te delen precies waar dat vandaan komt... maar we zijn wel heel nieuwsgierig van uh, onder, onze, onder onze luisteraars... hoeveel mensen eigenlijk uh, hoezeer ze controlebehoeftig zijn. Want ik denk, als we onszelf een cijfer zouden geven... zou ik zelf zeggen... een zeven. Of nee, misschien een acht. Jij? Het eerste getal dat in je opkomt, dat eerst is getal, vaak. Ja, het eerste getal, getal dat in me opkomt was een 6. Oké, okay, nou ja, goed. Nou, Chris die reageert dus een 8. creëert creë reageert een 6. En uh, we zijn heel benieuwd wat, jij, uh, wat jouw score is. Dus laat het hieronder weten in de comments. En voor nu wil ik jou bedanken dat je er weer bij was, Aisha. En voor jou als luisteraar, bedankt weer voor het luisteren naar deze podcast. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Dat helpt ons kanaal groeien en dat zorgt ervoor dat onze video's in de juiste handen terechtkomt. We zien ook namelijk dat ongeveer 40% van alle luisteraars nog niet geabonneerd is, die wel regelmatig naar onze video's kijkt. Dus, of onze podcast luisteren. Dus ben jij een van diegenen? Uh, maak de verandering. En maak ons blij en uh, druk op die knop. En vergeet ook niet sterretjes achter te laten. Wat we ook steeds vaker merken is dat mensen de onze podcast delen. Dus ken jij mensen in een omgeving waarvan je denkt van... hé, hey, deze podcast kan misschien heel zinnig of heel nuttig voor diegene zijn. Vergeet dan niet te delen met je vrienden, familie of uh, bekenden in je omgeving. En je mag natuurlijk ook de podcast altijd delen als ambassadeur op je verhaal. We zien dat ook steeds vaker gebeuren en daar zijn we heel blij mee. Voor nu zou ik zeggen uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende week dan maar weer. Tot de volgende week.